De operatie is echt een teamsport, zeg ik altijd. Je hebt enerzijds de operatieassistent, de operateur natuurlijk, maar ook de anesthesist en de anesthesiemedewerker. Want als je niet met elkaar communiceert en dus niet als een team functioneert, dan loopt het niet. En met z'n vieren en soms nog extra mensen erbij, ben je een dag een team. Je staat hier toch echt voor de patiënt. En je moet het echt met z'n allen doen. Kijk, als wij geen anesthesie geven, dan kan het chirurgieteam dan niet gaan opereren. En de patiënt wordt ook niet geholpen als er geen operateur aanwezig is. Maar we werken ook heel nauw samen met de artsen en andere specialisten. Je ziet de operatieassistent en de anesthesiemedewerker, anesthesist, meer als een collega dan de hulp van de operatie. Zonder hen ben ik niks. Ze zijn echt mijn handen. Ja, het is heel belangrijk dat je goed op elkaar ingespeeld bent. Want je bent als team toch van elkaar afhankelijk. Je merkt met name als het team lekker loopt op het moment dat jij niet zoveel meer hoeft te vragen aan een anesthesist. Zolang de communicatie is het gewoon prima en je meedenkt en de chirurg gewoon duidelijk aangeeft wat hij wil doen, dan is het eigenlijk allemaal prima. Ik vind met name het teamwerken het leukste onderdeel van het hele vak. Je werkt op elkaar in en het maakt je dag veel leuker, dus het geeft je echt een kick. Defensie die heeft als slogan één team, één taak. En dat is hier eigenlijk een beetje hetzelfde. Je bent ook met z'n allen met hetzelfde bezig om die patiënten zo goed mogelijk te helpen.